We hebben allemaal te maken met pieken en dalen in de loop van de dag. Stress, onrust, even snel eten, dit, dat enzovoort. Dus om nou ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk gebalanceerd door het leven gaat, of de dag doorkomt, het is maar hoe je het uitlegt, heb je, zou je kunnen zeggen, rek nodig in je systeem. En hoe gaan we dat nou doen? Daar heb ik nu een hele interessante oefening voor je. Maar voordat ik kan beginnen met de oefening, dien ik wel even een beetje een uitleg te geven. Wat houdt deze oefening nou in en waarom doen we deze oefening op deze manier? Deze oefening wordt ook wel een hormetische oefening genoemd. Nou, wat is hormetisch? Het is een woord wat ik niet zo heel veel hoor in het dagelijks leven. Hormetisch is eigenlijk vrij vertaald vanuit het Griekse oude wijsheden. Dat heet een prikkeling. En die prikkeling is meer gebaseerd op onze overlevingsmodus. Nou, dan komen we op een interessant aspect. Want als je gaat kijken ook naar verschillende onderzoeken, daaruit komt wel voort dat wij wel 15.000 keer meer afleidingen krijgen als onze voorouders hadden. Dus jouw overgrootouders, die hadden hoogstwaarschijnlijk dus wel iets van 15.000 minder prikkelingen als dat wij nu in het dagelijks leven hebben. Telefoon, dit, dat, YouTube enzovoort. Dus het gaat de hele dag door. Hoe korter de rek in iemands systeem is, hoe sneller iemand natuurlijk last krijgt van stress of van onrust of van ziekte of van burn-out of whatever. Dus deze oefening is denk ik heel interessant om te doen. Maar let op, dit is wel wat ik noem een stresseroefening. Dus met andere woorden, het geeft een bepaalde vorm van stress aan je systeem. Wat dus het idee is dat het je gaat helpen. Alleen, dat is niet van belang dat je dat dus de hele dag door gaat doen of meerdere keren op een dag gaat doen, zonder dus dat je ook de andere kant traint. Dus het is goed om hem af en toe te doen, maar weet dus ook dat het ook van belang is om ook de andere kant dan te trainen. Oké? Een belangrijke term in het algemeen zijn, dat is lichamelijk en geestelijk, is homeostase. Ons lichaam, onze cellen, willen ten alle tijde homeostase houden. Bijvoorbeeld als we gaan kijken naar de zuur-base verhouding in ons lichaam, dus de zuurtegraad in ons lichaam, is het lichaam enorm sterk bezig ook met homeostase. Dus voor degenen die niet weten wat pH is, pH is eigenlijk een aanduiding voor een zuurtegraad. En dat kan ook de andere kant zijn, dat is meer basis. En ik zal daar nu niet te veel op ingaan, maar weet wel dat ademhaling direct invloed heeft op jouw zuurtegraad in jouw lichaam. Dus simpel gezegd, als ik een blikje energiedrank drink zonder een merk te noemen, dan zal gelijk het merkbaar zijn in mijn systeem dat mijn zuurtegraad verstoord wordt. Op het moment dat we een patatje of een pizza eten, dan snap je ook hoogstwaarschijnlijk wel dat dat een directe invloed heeft. Maar ook op het moment dat er bijvoorbeeld mentale stress gaande is. Dat heeft allemaal zijn invloed. Dus wat gaan we nu doen met deze ademhalingsoefening? We gaan eigenlijk op deze manier gecontroleerd een bepaalde stressor meegeven, waardoor je dus eigenlijk meer rek gaat krijgen in je systeem, waardoor je dus meer in balans kan zijn. Dus laten we maar beginnen. Het idee is dat je deze oefening zo ontspannen mogelijk zittend gaat doen. Allereerst is de tip: adem alleen door je neus in en uit. En we beginnen met 6 keer in en uit. Daarna ademen we even in. Daarna ademen we uit. En daarna ademen we weer in. Kijk hierna even naar het schema, waarin je te zien krijgt 6 keer in en uit. Even in, uit en later weer in. Dus het is in het begin even een klein beetje complex, maar als je gewoon mij volgt, dan zul je zien dat het eigenlijk vanzelf gaat. Dus 6 keer in en uitademen. Uitademen, 5 seconden vasthouden. Dan wacht je eigenlijk totdat je merkt, hé, mijn lichaam gaat vanzelf een signaal geven. Meestal is het zo dat je dan je middenrif in één keer voelt, want je zit zo meteen dus zonder lucht een moment. Dus dan gaat je lichaam, oké, dan krijg je wel het idee, ik moet bijademen, maar dan
is het van belang dat je eigenlijk merkt, hé, mijn lichaam gaat een klein beetje shaky geven. Dat is dus eigenlijk een signaal, zou je kunnen zeggen. Dan adem je gewoon weer goed in en adem er weer uit. Oké? Okay? Dus ik begin met 6 keer in- en uitademen. Alles door de neus. Ik adem in. Ik hou 5 tellen vast. Ik adem uit. Totdat ik niet meer verder kan. En ik wacht. Dus ik zit nu met lege longen. En ik wacht. Tot dat moment komt dat mijn lichaam gaat reageren. Nu merk ik het, dus ik adem in. En ik hou vast. Ik hou nu vast, met volle longen dus, zolang als ik het vol kan houden. Soms helpt tellen. Ik heb nog steeds volle longen, ik hou vast. Totdat je zo meteen merkt, oké, ik moet echt uitademen, Dennis. Oké, dan adem je rustig uit. En adem je rustig hoe het komt. Alleen door de neus in en uit. En doe dat gewoon even een halve minuut of een minuut. Gewoon even hoe het komt. Nou zouden we kunnen zeggen, dit is 1 rondje. Dus je ademt 6 keer in en uit. Ademt in, houdt 5 seconden vast. Ademt uit. Zit dus met lege longen. Je wacht totdat je lichaam gaat shaken een beetje. Dan adem je weer in en houdt vast. En wacht je net zo lang totdat je echt uit moet ademen en weer moet ademen. En dan adem je gewoon een halve minuut of een minuut afhankelijk van jouw situatie. Op het moment dat je merkt, ik ben wel weer tot rust, dan is het prima. Dan start je weer opnieuw. Oké, okay. Dus ik stel voor dat we het nog een keer doen. Ik zit zo ontspannen als het gaat. Ik adem dus eerst 6 keer weer in. Bijna klaar. 6 keer. Ik adem 5 seconden in. Hou vast. Adem uit. Lege longen. Wacht. Wacht net zo lang totdat je lichaam gaat shaken door een signaal geeft. Ik moet ademen. Oké. Okay. Stel je voor, dat is nu. Dan adem je in. Hou vast. Dus we zitten nu met volle longen. Nu wachten we net zo lang totdat we moeten uitademen en gewoon moeten ademen. Oké, vanuitgaande dat ik nu moet ademen, adem ik uit. En adem ik rustig even hoe het komt. 30 seconden in en uit. Je zou zeggen, dit is rondje 2. Dan zal ik hem zo meteen nog een keer doen. Dus 3. De insteek is dat je deze oefening in totaal 6 keer herhaalt. Dan zou je kunnen zeggen, heb je 1 trainingsmoment gehad van deze hormetische oefening. Oké, dus ik ga weer
6 keer in- en uitademen. Meteen bij de zesde adem ik in. Dan hou ik hem 5 seconden vast. Adem uit. Leeg. En wacht. Dus ik zit nu met lege longen. En ik wacht net zo lang totdat mijn lichaam het signaal geeft. Ik hou vast. En dit probeer ik met volle longen dus zo lang mogelijk vol te houden. Totdat ik niet meer verder kan en wel uit moet ademen. Misschien moet dat nu voor jou, misschien straks, dat maakt niet uit. Voor nu doe ik even alsof ik nu echt uit moet ademen. En ik adem weer even 30 seconden of een minuut. Rustig door mijn neus in en uit. Dus als je kijkt naar het schema, adem je dus 6 keer in en uit. Je ademt in en je houdt 5 seconden vast. Daarna adem je uit en wacht je even. Totdat jouw lichaam, zeg maar, vanzelf signaal gaat geven. Dan adem je in en houd vast zolang als het gaat. We hebben nu eigenlijk 3 rondjes gedaan. Het is raadzaam deze 6 rondjes te doen. En dan kan je zeggen, heb je 1 volledige training gedaan. Weet ook dat deze oefening dus helpt voor je innerlijke balans. Maar weet dus ook, op het moment dus dat je regelmatig in de loop van de week merkt dat je buiten adem bent of onrustig voelt, of je bent herstellende van COVID, en dan kan het zo zijn dat dit soort oefeningen te veel zijn voor jou en dan is het dus niet raadzaam om te doen. Neem dan contact op, kijk bij probreathing.nl. Daarin hebben we verschillende programma's ontwikkeld. En dan kunnen we je verder helpen om je ademhalingsproblematiek in balans te krijgen. Heb je voor de rest geen last, doe dan deze oefening gewoon af en toe. Neem daarnaast ook andere oefeningen die meer zitten in de hoek van een waterademhaling of een valeriaanademhaling, waar ik in andere video over gesproken heb, om die balans te houden. Ik hoop voor nu dat ik je genoeg informatie heb gegeven en ik wens je een hele fijne dag. Doeg!